Hoe zou je bezig zijn, hak ik? Maar zo hangen we dan de grote foto, hè? Boven, ja, moet in orde zien hoor. Hè. En dan komen de mensen zo doorgewandeld. Zo is dat prima. Zo. Eén ding is duidelijk. In het Baanhuis in Riemst wordt er stevig doorgewerkt aan de tentoonstelling over Wereldoorlog 1. De tentoonstelling die gaat over de 500 oudstrijders van Riemst. Riemst telde in de Eerste Wereldoorlog een tiental zelfstandige gemeenten. En die dorpen eigenlijk gaan wij extra belichten. En ze moeten ergens beginnen en terug eindigen. Voilà, het is een cirkel. Voilà. Het is een cirkel. Geheel. Ja. De tentoonstelling bestaat eigenlijk uit drie grote delen. Het eerste deel is een fototentoonstelling. We hebben daarnaast het grote getal van 500. Dat we laten zien door middel van een grote mergelmuur. Waarin die 500 namen gekapt staan. We gaan ook die 10 dorpen belichten door middel van een videoproject daarom te maken. Want die Duitsers, zij horen nog maar juist voet doet zussen of ze horen al alle instrumenten van de zolder van de kerk afgehold. Nu vrijdag is het zover. Dan opent de tentoonstelling haar deuren. Hopelijk geraken we klaar. Maar de officiële opening is voorzien vrijdag de 7 november. Maar voor het grote publiek is het open vanaf zaterdag 8 november, zondag 9 november en dinsdag 11 november. Dit is Paul Vrijens. Zijn boek Aan mijn geachte familie zal vrijdag voorgesteld worden. De titel van het boek is Aan mijn geachte familie. 500 Riemse soldaten in de Grote Oorlog. En het gaat dus natuurlijk vooral over die 500 soldaten die de gemeente die toen Riemst vormde, die toen naar de oorlog zijn getrokken. Woensdag 23 december 1914 kwamen Pierre Tans en Willem Heetveld zeggen dat op donderdag 24 december iedere boer 1000 kilo stroom moest leveren. Nu, waarom vinden we dat zo belangrijk? Enerzijds voor de nabestaanden, dat zij zo toch heel wat te weten komen over hoe hun voorouders die Wereldoorlog 1 beleefd hebben. En anderzijds is het een historisch naslagwerk, heel belangrijk voor ook de huidige en de komende generatie. We vinden het heel belangrijk dat heel veel vrijwilligers zich daar met heel veel passie en inzet aan het werk hebben gezet. Vandaar ook onze welgemeende dank en waardering voor al dat vrijwilligerswerk. Meer informatie over de tentoonstelling vind je op deze website. Schoon.